De voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz, is in opspraak geraakt nadat hij gisteren namens Europa de vrijheid van meningsuiting bij het oude vuil zette. Geflankeerd door een Arabische delegatie die hij nog net niet de voeten kuste, haalde de socialist keihard uit naar de geruchtmakende anti-islamfilm Innocence of Muslims. En dat is hem niet in dank afgenomen. Geschrokken van alle commotie gaf Schulz vandaag niet meer thuis en hoopte hij zijn uitgeleider met een schriftelijke onzinverklaring af te doen. Maar dan ken je onze Rutger nog niet. C'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps du cinéma muet. Bonjour. Bonjour. C'était au temps. Bonjour. Bonjour. You're taking over. Okay, oui, oui. Okay. Okay. En daar zijn we dan in het Europees Parlement op zoek naar meneer Schulz. Natuurlijk hebben we een verzoek bij hem gedaan om hem te spreken te krijgen. Dat was niet mogelijk. De deuren bleven gesloten. Nou, meneer Schulz, dat zullen we dan nog wel eens zien. I'm looking for the office of Mr. Schulz. Dank u wel. We zijn op zoek naar meneer Schulz. Hi, Mr. Schulz. Hello. Hello. How are you? What did you say there yesterday? What did you say yesterday? Can you explain? Wer sind Sie, wenn ich fragen darf? From Dutch television. Ja, ja, schön. Okay. Can you tell me what you said yesterday? Warten Sie einen kleinen Moment, dann können Sie reinkommen, dann können Sie ein Interview mit mir machen. Aber Martin Schulz, de president van het parlement, heeft onzin gesproken. Hè? Hij heeft niet de vrijheid van meningsuiting verdedigd over die film Innocence of Muslims. Maar hij heeft eigenlijk gezegd, het zou verboden moeten worden. Hij heeft eigenlijk gezegd, het moet niet uitgezonden worden, het is schandalig. De kernwaarde van de Europese Unie is de vrijheid van meningsuiting en van expressie. En die zijn gisteren door de heer Schulz met grote voeten getreden. En dat hoort niet voor een voorzitter van het Europees Parlement. Sorry, question is in Duits. Ambition. Ja. Welches Organ vertreten Sie? Was ist Ihre Funktion? Welches Television vertreten Sie? Wir sind von der niederländischen Television. Niederländische Television. Dan wachten we ja, toch. Kijk, je mag best een interview hebben, maar dit is niet de normale gang van zaken, hè? Je moet een afspraak hebben. We hebben nu een afspraak die man moet wachten. Wanneer zoiets gebeurt, wanneer een gezagsdrager, een officiële gezagsdrager, de voorzitter van het Europees Parlement zegt van, kijk, eigenlijk oproept tot censuur en zelfcensuur, welnu, dan is dit net wat die gewelddadige islamisten willen. En dit zal hun alleen maar aanzetten om in de toekomst nog meer geweld te gaan gebruiken, om elke mogelijke kritiek op de islam te gaan fysiek aanvallen. Neem ze bitte plaats. Oh, we gaan duwen. Ja. Zo, wie waren je namen? Neem ze plaats. We zijn nu aan het duwen. Wie waar je namen? Maar ik kan er zo niet bij. Nee, dat is een zitten beetje. Zitten ze zich in? Ja, maar zitten ze hier, maar daar kan ik met mijn microfoon. Ja, zo neem ze ruhig plaats. Ja, maar daar kan ik toch nooit bij als ik hier zit. Neem ze ruhig plaats, geen probleem. Ja, zit ik zo, dus toch een beetje gek als ik zo zit? Zetten ze zich vernuftig in? Ik geloof dat is. Ja, maar dat is voor ze al beter. Dan ga ik wel zo, dan doe ik het zo. Zo? Nee, nee, zetten ze. Maar kunnen we hier staan? Also, wenn Sie een interview met mij hebben willen, dan neem ze op een wijze plaats. I'm absolutely in favor of freedom of speech since 18 years. I'm here in the European Parliament defending freedom of speech. But freedom of speech means not that I must agree with everything which is published. Als persoon mag hij zeggen wat hij vindt, maar niet als voorzitter van het parlement. Maar dat heeft hij wel gedaan. Ja, dus dat is een slechte zaak. En daar zal ik hem in een debat wat volgt op aanspreken, want dit kan niet. Die voorzitter die mag zijn mening wel hebben, maar als hij dan praat hij namens het hele Europees Parlement. And I'm free to condemn contents I find unacceptable. But you're not so free. You're a chairman, and you're a chairman in Europe, and you're also my chairman. And I think you may not say that. What does it mean in your eyes that I'm a chairman, that I have to share your views? Because we don't want the jihad in Europe, and you want. I think it is. I think everything is now clarified between you and me. No, not at all. Okay, thank you very not much. At all. No, it is not clarified. No. So, Mr. thank Schulz. You very much. No. Okay. So I'm afraid I have to leave. Thank you. I don't. Okay, please could you now finish and leave from my office. Maar hij geeft helemaal geen antwoord. Nou, hij heeft een antwoord gegeven. U heeft geen antwoord niet geaccepteerd. Dat is uw probleem en niet ons probleem. Wat zegt u? Dat is uw probleem dat u het antwoord niet accepteert. Thank you very much. Please. We hebben een andere afspraak. Oh, we stay. You didn't answer me. Also,
Do you want a jihad in Europe? Ah, I ask you, do you want a jihad in Europe? What? What is it for a is this freedom? Is this your freedom, Mr. Schulz? You don't answer me. Maar hij moet gewoon met dit soort onzin ophouden. En hij moet dan wel zijn excuses aanbieden, of? Nou, hij moet naar het parlement zeggen, dit heb ik niet namens jullie gezegd. Punt. Zometeen in het Po Nieuws nemen we afscheid van wat oude bekenden. Nu kun je heel die kutpartij, kun je eventjes...